Dit is Puerto Vallarta. Een van de eerste strandjes zal ik hier. Maar dat wat mij adviseert hier net in het weer, want ik zit in de zuge. Ik ben het al je kiezelstien. Dus hier binnen nog mensen die het ziek hier om stintjes bijvoorbeeld. En ik ben op pad om derg sint ik hier. Zona Romantica. Ik ben benieuwd. Puerto Vallarta is toch wel een stukje meer Playa del Carmen. Meer toeristisch, meer Amerikaans. Heel netjes, zit aan de stritten, hoe netjes een skin. Maar het is wel mooier. Het is wel mooier. Hello, James. We were talking about finding a balance. Well, holy shit, look at this. This is really finding a balance. It's just a little stone between, and look at that. You are so big and so heavy. Oh my. Look at that. This is finding a balance. Well, let's do that. Let's do that. Ik geloof dat ik hier een heel mooi moment hier heb toevallig. Hier van mij binnen de brandweerlieden. En er zit een krokodillo. En dit is het denk ik vaak. Ik heb hier een mooi moment. Ik ga hier wat beleven. Ik zie een touw, dat hebben ze. Maar voor de rest, ik heb geen idee hoe ze dit fixen heeft. Ze gaan hem vangen misschien. Ah, zie je hier, mira mij. Mira, ven. Pero te va a gustar esto, así que te gustan los reptiles. Oh, and there's it's not more. It's a hele mooie green and like one. ¿Cómo llegó hasta aquí? En dit deze krokodil. Is dit dus Daar gaat hij. De brandweerman die sprong. En hij is footsie. Geen idee waar die is. Maar hij is dus in deze rivier. En daar rennen gewoon mee. Het is misschien net een heel goed idee dat hij hier is. Geen idee dat het normaal is. Daar komen nog meer lieden. Ja. Toch niet verder. Ze hebben we nooit toch, maar volgens mij zuggen ze hem nog steeds onder vetten. En hij had een heel groot lus maken in de touw. En ik denk dat hij van hun nou in het wetter gaat om te vangen of zo. Geen idee. Maar dit is wel een mooie sensatie. En hij had ook een stok daar. Ik weet niet wat hij daar moet doen. Is hij hem te triggeren? Geen idee. Ik denk het niet als net dat dat beest hier nog hoort. Ah, ja. Yeah. Hele mooie leguane. Nou, dit is ook wel mooi. Om deze rivier. Hier zit die man in het water. Visken. Ja, dan zeggen dat net zo gek. Maar daar. Ben je de krokodil ontvangen? Misschien net heel verstandig dat deze man daar in het water is. Makkelijk. Dat is Mexico. In Nederland moeten ze een alarm slaan. Blijkbaar is de krokodil wat minder gevaarlijk dan ik dacht. Want nou, Peru en later. Wat zit er al hier? Ben in dezelfde rivier. Weg van de morgen nog. Een krokodil in zwom die ze vangen won. Ik snap het ook niet.
Nou jongens, ik ga deze taco eten. En deze taco lijkt misschien net heel bijzonder. Maar het is een taco de cabeza. En dat houdt in een mix van wangen, tongen. Nou ja, eigenlijk alles in het gezicht van een koe. En dat eten we hier. Dus zou dat het heel gezond is? Ik ben benieuwd. Ik proef net volle geks. Ik proef ook net volle eigenlijk. Ik proef eigenlijk net volle. Die smaak. En ik zoek er niet eens wel hele gekke dingen hier. Maar het is gezond. Acuérdense que estamos en familia. Mamarita. Ik neem je me in dit filmpje even mooi naar mijn hostel in Puerto Vallarta. Ik probeer elke keer een filmpje te maken van waar ik verbleef. Dat weet ik in ieder geval voor een even zoveel oren keer waar ik weer blij ben. Ik vier het wel eens even, maar dit is het hostel in Puerto Vallarta. Dit is de stritte. En aan de buitenkant, ik hoor namelijk van je meter Fine. Maar dit is de ingang. Dus het is in mijn eigen net heel welkom. Dit is de ingang en ik heb nu een eigen sleutel. Maar niet getreurd, want van binnen is het wel heel leuk. Het is een beetje de intree. Kijk je er al even wel een beetje anders dan normaal sprutsen. Het is een loungeplak bijvoorbeeld. Hier kan ik zitten, daar ben ik gewoon het werk. Ik heb misschien een beetje snel moeten filmen, maar het komt dat die drie jongens zitten staan voor de sound one. En hier kan dus ik chillen. Het ziet er wel heel cool uit. Hierboven, dat is ik nog. De kerst ik nog bovenop het op de rooftop. Maar het punt is, nou ja, het is er net echt op makken. Dus er rijdt hoenestrond en het is net echt skeer. Maar dit zijn twee kamers, dat zijn twee. Dat zijn twee hele luxe. Naar hier buiten. Hier hebben we de douche en de wc. Dus dat is gewoon, ja, hoe zou ik het zeggen? Simpel, maar het werkt. Wc en uiteraard de bak en wc-papier in gooien moeten, want dat matje, dat is heel normaal. En gewoon, nou ja, het is simpel, maar het werkt. Dit is best wel een goede douche, moet ik zeggen, maar een heel soort rondte. En er komt warm water uit, dat is ik net altijd zo. En dan zitten daar boven, zitten ik nog kemmetjes. Maar een uitzichtje. En de kamerieren, dat is Mintus. En daar heb ik geslipt twee nachten. Het is hier behoorlijk heet. En ik donker, nou, er is gelukkig nog niemand, dus ik kan je vrij uit filmen. Het is best wel een hele romme kamer, want niemand heeft eigenlijk zijn spullen bij het bed. En ik slipte daar boven. Ik heb mijn spul daar worst in. Maar bij dit hostel heeft iedereen zijn spul eigenlijk ergens anders. Want meestal ben het hele krappe kamertjes. Romme kamer dus, maar het bed is verschrikkelijk. Want het bed wiebelt gigantisch. Gigantisch. Als ik adem hier, dan gaat het al heen en weer. Nou ja, dit weer een beetje mijn hostel.